Volgens mij hebben we een hele fantastische middag gehad. Wat mij heel erg aansprak was dat de voorbeelden ook echt gingen over samen met de mensen in de wijken nadenken over oplossingen. Zoals ook in de komende week heel veel voorbeelden zullen zijn. Deze week gaan we in de haarvaten van de wijken kijken wat er al goed kan. Mensen zijn heel trots om daarover te vertellen. En dat gaan we deze week doen, om nog meer te leren over wat er kan en wat je morgen eigenlijk al in je eigen praktijk ook zou kunnen doen. Het is een hele mooie aftrap, denk ik. Dus iedereen wil eraan meewerken. Dus ik denk dat enig activisme in de goede zin van het woord, dat enorm helpt om dit probleem nog duidelijker aan de kaak te stellen. Het is belangrijk dat wij werken aan een Nederland waar iedereen dezelfde kansen heeft. En dat is niet een automatisme. Het maakt dus uit waar je wieg staat en waar je geboren wordt. En dat is iets wat ik onacceptabel vind. En wat ook een reden is voor een dag als deze. De Noord-Zuidlijn. Als je instapt in Zuid en je stapt uit in Noord, ben je 8 levensjaren kwijt. En 15 jaar in ongezondheid. Ja, dat is eigenlijk ongekend. Ik vond het een hele leuke middag. Want je ziet dat er niet één opvatting is over hoe je een samenleving bouwt waar gezondheidsverschillen kleiner zijn. En al die werelden die samenkomen, ja, dat schuurt, dat botst. Maar dat heb ik net geleerd van Jan Robmans, dat die botsing, dat is eigenlijk het begin van de verandering die je zoekt. En zonder weerstand geen verandering. Het houdt zeker niet op na deze week, want dan begint het eigenlijk pas. Mensen die bereid zijn om zich in te zetten om die gezondheidsverschillen terug te dringen en dan een mooi deltaplan te maken waarmee we tij gaan keren en echt gaan zorgen voor droge grond onder de voeten van de mensen die nu heel erg last hebben van die grote gezondheidsverschillen. Je moet het ook vooral gaan doen. Ik geloof dat we wel genoeg gepraat, gedacht hebben en ik denk dat we het nu moeten gaan uitvoeren. Want ik denk alleen dat we met al die kennis samen die transitie voor elkaar krijgen. Het is nu tijd voor actie. En ik hoop dat iedereen begint om in zijn eigen organisatie te kijken. Wat kunnen we doen?